Bij de Co-op supermarkt aan de Apollolaan is zaterdagmiddag een brand uitgebroken. Een meisje dat jonger is dan 10 jaar wordt verdacht van de brandstichting. Die conclusie trekt de politie op basis van camerabeelden. Dat meldt politie Almelo op Facebook. We zijn een kliniek aan het geven voor running blind. Dus hardlopen met een buddy met een lint ertussen. Wij zijn op uitnodiging van SISU op uitnodiging terechtgekomen. Omdat twee blinden en slechtzienden hier in de buurt waren. En die hadden van running blind gehoord. En daardoor geven wij hier nu een kliniek aan de trainers. Dus dat echt, maar ik heb nog wat redelijke restvisies. En ik loop wel eens los ook mee. Maar wel met een buddy die... Wel altijd op juist met boomwortels dicht, putdeksel, stoep omlaag, heuvel op, heuvel af. Altijd hele korte signalen, zo kort mogelijk. Ik heb gezien dat sommigen een donkere bril op hebben, die, ja. Zodat ze zelf kunnen ervaren hoe dat is om blind te zijn. Ja, dus. Gaan we nu naar links en dan gaan we dadelijk slaan om naar rechts. Nu naar rechts. Ja, dat zijn simulatiebrillen. Dat zijn verschillende oogaandoeningen. Je hebt kokervisie of je hebt een wazig beeld en je hebt blind. Ja, blind is gewoon zwart. Dus we hebben voor 4 verschillende oogaandoeningen hebben wij brillen bij ons. Het hardlopen is voor de buddy zo kort en krachtig mogelijk aanwijzingen geven. Dus bocht naar links is echt bocht naar links nu. Weet je, heuvel nu op, heuvel af. En ja, zo kort en krachtig mogelijk. Maar als je aan het trainen gaat met een buddy, dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Maar communicatie is heel belangrijk. Met een lint zijn we verbonden. De een wil hem rechts, de ander wil hem links. Lang gerekt of kort gerekt. Soms ja, heb je hand in hand samen als het heel smal wordt. Of achter elkaar. Maar je blijft verbonden aan elkaar. In de benen. Weet je, het geeft ook heel veel respect tijdens een halve marathon of een 10 kilometer. Want ja, ze zien dan dat je samen loopt. En daardoor krijg je heel veel respect van lopers die je inhalen. Mijn komende loop is de Europa Run van Parijs naar Rotterdam. Ik sta hier in het Beekluspark en ik sta bij de voorzitter van Groei en Bloei. Kan jij er iets meer over vertellen? Ja. Wij houden hier iedere 5 jaar houden wij hier al een lentefair in Beekluspark. De eerste keer op zaterdag voor Moederdag. En ik moet zeggen, het bevalt heel goed. We hebben ontzettend veel mensen al getroffen. Maar ja, we hebben het ook met weer getroffen natuurlijk. We hebben hier 27 kramen staan. En we proberen kramen die iets met groen te maken hebben te verzamelen. En onze eigen vereniging, waar wel 30 vrijwilligers nu hun best doen voor deze lentefair, die staat hier zelf met 5 kramen. En zoals je ziet, daarin staat de bloemschikkraam. Maar voordat die gevuld kan worden, zijn de dames al 2 hele dagen bezig geweest. En zo proberen wij een leuke groene sfeer te scheppen hier. Ja, want ik zie niet alleen bloemen. Er zijn ook nog andere kramen. Kan u daar ook iets over vertellen? Ja, we proberen zoveel mogelijk bijvoorbeeld kunst voor in de tuin en keramiek voor in de tuin. En er zijn mensen die eigen soepen verkopen en zo. Als het maar een relatie heeft met groen. Nou, geweldig. Prachtig mooi weer en enorm veel leuke dingen om te bekijken en om te proeven. Ik vind het fantastisch. Ja. En om te luisteren? Is dit een bekende zangeres, weet jij dat?
Ik heb begrepen dat zij de Voice of Almelo heeft gewonnen en Julia Bel heet. En jullie genieten hier lekker van de hapjes en de koffie en de drankjes. Wij sluiten ons daar helemaal bij aan. Jullie zijn hier vanmiddag ook in het Beeklustpark. Ik heb begrepen dat jullie ook graag gesminkt willen worden, klopt dat? Nou, ik had mijn nagels gedaan. Jij hebt jouw nagels gedaan, laat ze eens even zien. Oh, maar die zijn mooi. Die zijn heel mooi. En jij gaat niet laten sminken? Nee. Nee, dat hoeft niet. En jij dan, ga je ook nog laten sminken? En ik heb op mijn arm. Jij hebt op jouw arm. Kijk eens, een mooie zonnebloem op jouw arm. Geweldig. Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Oh, Almelo, mijn mooie Almelo. Ik ben zo goed in spies, maar hoe keel nog aan toe dat ik hoor ik ook in en wat of ik ook doe. Het heb gevuld, ik voor hoe Almelo. In Almelo. Door hech wie niet zo aan flantuten en dik doe en als dat is quo bij professor of net zo dom als haar verstro, i vult ook plezierig in ons Almelo. Oh Almelo, mijn mooi Almelo, ik ben zo vroeg mis wies met uw kelder aan toe dat ik hoor ik ook ben en wat of ik ook doe. De Pius Mimo en Mr. Bobo, die het maakt wel ik wen binnen, hoe of ik doe, nee. Er is op de eerde gestetke wat zo, vul op mijn likas ons eng Almelo. Bezumt die molskijn me verroe Almelo, haal ik mijn leem lang een trouw libido. Nog aan toe dat ik voor ik kom ben en wat of ik ook doe. Het hekke vult ik veel Almelo. O Almelo, dat plaat sowieso, maar wij kunnen ook Hollands op netjes niveau. En na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Oh, Almelo.
Het zit er heel netjes op, mooi strak. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Lieve mensen, al voor de vijfde keer dit jaar is de Taptoe weer. Met heel veel liefde en betrokkenheid wordt dit evenement georganiseerd. Om het jaar zit ik op het puntje van mijn stoel en kijk ik naar de discipline van al die korpsen. Prachtige choreografieën, hele mooie muziek. Het stadion hoort bij zo'n evenement helemaal vol te zitten. De opbrengst gaat naar het goede doel, Stichting Kans voor een Kind. Overdag, als je 's avonds niet kunt, ga je natuurlijk naar de stad. Om 2 uur zijn daar parades in de stad. Zelfs onze partnerstad Iserloon is vertegenwoordigd. 16 juni staat het in je agenda, wees erbij.